Deze beschouwing die is bedoeld voor mezelf en voor andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten zoals ik. Namelijk dat je een kind hebt en die gaat voor haar plezier en voor haar overtuiging en om de wereld te redden naar de klimaatstakingsactiebijeenkomsten in weilanden. En dan gaan mensen allemaal op grasprietjes staan en dan skanderen ze leuzen zoals hou uh, dare jou. En dan doen ze allemaal Greta Thunberg na. Het, het, het scheelt nog dat ze er niet hun rechterarm gestrekt bij naar voren steken en zeggen heil Greta. <laughs> Ah, sorry, maar kijk, daar ben ik nu ook aan het oefenen. Want je moet zo oppassen met die tere kinderzieltjes. Ja, het is me wat. Ik zei dus tegen mijn dochter een week geleden: volgende week, of nee, over twee weken. Als ik, dit, als ik het nou niet verpest komende maandag, over een week. Dan is ze twee weken daarna weer bij mij. Want ik heb het nou zo'n beetje in een cadans. Dat ze eens in de twee weken bij me komt. Vindt ze dan niet erg. Dan moet ik het natuurlijk niet verpesten. Dus vandaar dat ik nou een beetje zit te oefenen. Maar ook voor jullie dan. Ter lering en de vermaak. Hoe moet je dat aanpakken? Want laten we wel wezen. Kijk, wij als ouder. Wij dienen de verstandiger te zijn. Wij dienen in één keer door die. Greta Thunberg-toestand heen te prikken. Ik neem aan dat jij daar doorheen hebt geprikt. Toch? Hè? De moeder van mijn kind... en dat maakt het ook niet makkelijk... dat is een Greta Thunberg-fan. Oh, you, Oh, you. Ja. Dat is ook zo'n moment, Monster-persoon. Die het ook niks heerlijks vindt... Dat die moeder is... Um, maar daar ga ik zo dadelijk, ik ga er even op in verder wat hier nou precies aan de hand is. Dat ik dat ook... Maar ik ben alleen maar mijn gedachten aan het ordenen voor het moment en dat is dan uh, vanaf nu dan. Oh, ik heb nog acht dagen de tijd. Oh, morgen zondag, ja, negen dagen de tijd. En ja, en dan moet ik mijn dochter gaan toespreken over CO2. De laatste keer heb ik dat bij het afscheid tegen haar gezegd. van volgende keer dat ik hier ben, gaan we het hebben over koolstofdioxide. Afgelopen de mei. Dus dat moet er in één keer goed uitkomen. Maar even kort reclame voor mijn kanaal. Echt een heel, heel korte reclame. Dit is korte reclame voor het kanaal van Perry. Even liken, subscriben, reacties geven. En dan zijn we klaar met de reclame. <laughs> ja, ik vind het erg leuk als je reageert of wat even. Vandaag had ik een reactie van, uh, van Jurk. <laughs> dat vind ik nog wel weer leuk. Ik heb zo'n stukje gevonden van een uh, huilende katholiek. En ik heb dan medelijden met die katholiek. Ik heb eigenlijk medelijden met iedereen. En dan heb ik ook medelijden met die katholieken. die denk ik, ach, ga je En dan besteed ik daar een beschouwing aan, aan die huilende katholiek. Nou, niet dat hij echt dat die zit te huilen, maar. Nou ja, ja. Kijk, katholieken zijn bedrogen. Ja. Met, een, met een vals dogma. En. Ja, wat je ze kan verwijten is als ze de Bijbel opengeslagen hadden en geprobeerd hadden om de Bijbel te begrijpen dat ze er nooit in getrapt waren. Maar ik vind het flauw om, om zoiets dan die mensen te verwijten. Ze hebben dat niet echt goed begrepen, maar ja, ik wil het niet al te snel, al te hard afrekenen. Dus dan sta ik toch niet dat ik opensta voor hun mening, want ik ben het niet met ze eens. Dat is, dat is ook geen mening van mij, maar wat ze doen, wat ze denken, dat is contra de Bijbel. En, nou, en ik, ja, dan ben je niet, punt 1, niet mijn potje aan. En punt 2, als je dan beweert dat je wel van de Bijbel bent, terwijl je aantoonbaar niet van de Bijbel bent, dan vind ik je, ja, dan wil ik eigenlijk, ja, dat vind ik heel vervelend. Maar dat gaat dan om de organisatie en dat gaat niet om de persoonlijke mens. En hoe jurk had gereageerd. En nou, je, 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 je had die man nog meer af kunnen sabelen. Want bij minuut 22 heeft hij gezegd, zussen, zo en zo. En dan denk ik echt, braak. En dan uh, hoe Jurk precies reageert, dat kan je wel zien. Uh, dat is beschouwing nummer... Ik ga hem maar even erbij pakken. Uh, oh nee, het is een nieuwsuitzending. Het was inderdaad ook nieuws, want uh, dat... Het gaat over de synode van de Amazone. En die is vandaag. Die is vanmorgen begonnen. In Rome. Op de Via Nationale. De, nou de, de landelijke straat of zo. Dus vandaar dat het nieuwsuitzending is. Daar heeft Jurk op gereageerd. Ja, dat is echt leuk. Ook al zit Jurk dan zo'n beetje te mommepotteren. Maar nee, 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 je had hem wel wat meer aan kunnen pakken. <laughs> ja, ja. ja, ja. Ieder mag zijn mening hebben, vind ik hoor. Ik ga dit niet censureren. Tuurlijk niet. Dat is de mening van Jurk. Ja, nou, dat was even de reclame. Maar nu terug naar mijn ding waar het dus over gaat. Hè. CO2 en je dochter. Hoe vertel ik het mijn dochter? Hoe maak ik dat haar nou duidelijk? En laten we beginnen met Greta Thunberg. Hey, die jonge vrouw... die is gediagnosticeerd met... OCD. En die O is van obsessief. Dus um, obsessief, dat weet je dus bezeten of zo. Hè? En die C is van compulsatory. Dat is... Dat is dat slaat op dwangmatige toestanden. En die D op uh, disorder. Dus uh, stoornis. Dus obsessief, dus dat is ja, dat je een obsessie hebt. Een dwangmatige obsessiestoornis. Dat heeft ze. En daarbij is ook bij haar geconstateerd het syndroom van Asperger. En dat is een vorm van autisme. En autisme. Dat is een onderverdeling, dat is een categorie binnen de groep mensen die weinig tot geen medelijden heeft met de naaste. Die, die, die hebben geen inlevingsvermogen in een ander. En wat een autist onderscheidt van een, een narcist, want een narcist heeft dat ook niet. Of nauwelijks. Maar bij een narcist is er sprake van iemand die wel degelijk goed voor zichzelf kan zorgen. En bij een autist is dat dan weer niet. Dus een autist heeft zorg nodig in het dagelijks leven. Dit is mij verteld door iemand die uh, psychologie, psychiatrie, la, een professional uit die onderneming waar ik bij werk. Ik zit in de gehandicaptenzorg of mensen met een beperking zorg. En dan zijn mensen bij en daar is het niet aangeboren. Dus die hebben een bedrijfsongeluk gehad, of een hersenbloeding, of whatever. En er zijn mensen en dan is het. Ja, die zijn zo ter wereld gekomen. Is het aangeboren, af en alles zit daar. En een van die professionals die in de begeleiding zit, die vertelde mij dit over autisme en narcisme. Nou, je raakt er niet over uitgesproken, over dat soort mensen. Het zijn in de regel mensen die niet prettig zijn in de omgang. Dus onaangenaam. Nou, dat heeft Greta Thunberg. En dat is dan, denk ik, dat is jaren geleden al geconstateerd. Dat is niet geconstateerd naar aanleiding van die uh, dwangmatige obsessietoestanden die zij op internet houdt. En how dare you. Om mij mijn jeugd een beetje af te pakken. Stootricken. Dat was daarvoor al. Dus. En haar moeder, die is. Uh, ja die ziet ze vliegen die is psychotisch want haar moeder die beweert dat haar dochter Greta trouwens de zus van Greta of haar broertje want ze heeft nog een een heet uh, dat een, een sibling op zijn engels ze dus heeft nog een broertje of een zusje oh nee het is een zusje want die heet Beate ja is een zusje ja, die heeft dat, die heeft ook die OCD en dat asperger gebeuren het heerst in de familie. En die moeder, die, die ziet ze vliegen. Die is psychotisch. Die, ik weet niet of je weet hoe je dat noemt hoor. Maar die moeder heeft dus heeft een boek geschreven. En in dat boek vertelt ze dan dat haar dochter dat die CO2, koolstofdioxide, in de atmosfeer kan waarnemen. Dus dat haar dochter. Die, dat het. Het netvlies van haar dochter, dat is in staat om in het infrarood uh, waar te nemen. Dus bepaalde, bepaalde vogelsoorten, die kunnen dat ook. Bepaalde havikken bijvoorbeeld, die kunnen infrarood zien. Ik weet niet of havikken genoeg infrarood kunnen zien om CO2 te kunnen waarnemen maar ze kunnen wel genoeg infrarood zien om een muisenspoor te volgen dus als een muisje door het gas loopt dan komt uit het niets in ene de havik en, en dan is dat muisje veranderd in een lunch namelijk een lunch voor een havik en dan wordt hij opgegeten en dan komt omdat een muis die laat om de zoveel meter een klein piesje Daarmee markeert hij, denk ik, zijn gebied. Of ze kunnen die plas niet ophouden. Ik weet niet wat het is. Maar die piesjes, die zijn warm. En die havik, die ziet al die. Uh, ja, die ziet die, die stipjes dus. Dat is infrarood, wat die havik kan zien. En ja, in het infrarood zou je CO2 moeten kunnen zien. Maar er zijn meerdere. Maar dan nog, het lijkt me erg moeilijk. Maar de moeder van Greta Thunberg zegt dat haar dochter. Dat het netvries van haar dochter, dat kan infrarood waarnemen. Want ze kan uh, koolstofdioxide zien. Nou, dat laatste is natuurlijk niet waar. Dat kan Greta Thunberg helemaal niet. Maar die moeder denkt dat. En als je dat soort wanen denkt, dan heb je waan neurose. En volgens mij valt het onder het uh, hoofdstuk uh, psychose. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat Greta Thunberg geen gelijk heeft. Het feit dat Greta Thunberg geen gelijk heeft. volgt uit het feit dat het klimaat nu een keer verandert. En het zou kunnen zijn dat het nu verandert door het feit dat wij fossiele brandstoffen verbranden. En ja, straks zijn die fossiele brandstoffen toch op. En er komt een einde aan en dan is dat hele feest voorbij. Dus, dus tijdelijk eventjes heb je dan dat wij fossiele brandstoffen kunnen verbranden. Maar dat is uh, temporair. Dat is uh, temporeel. En dan kan je erover gaan discussiëren van ja, het mag wel in die mate, het mag niet in die mate. Maar voordat je dan dat soort cijfers gaat afspreken, moet je eerst even weten waar je het dan over hebt. Dus wat is nou bijvoorbeeld een optimale CO2-concentratie in de atmosfeer? De CO2-concentratie die er was toen wij begonnen met het meten van CO2, dus ergens. Eind 19e eeuw. En toen zijn wij daadwerkelijk koolstofdioxide gaan meten met een chemische meetmethode. En wat je dan doet, is: je, je neemt water en daar doe je een base in. Dus bijvoorbeeld calciumcarbonaat. Of uh, natriumhydroxide maakt niet uit, iets basis, ammoniak dan ook, dat is ook basis. En daar laat je dan de lucht doorheen uh, borrelen, moet ja, je de kleine belletjes maken dat er goed contact is tussen uh, de lucht en de vloeistof. En dan mag je ervan uitgaan dat alle koolstofdioxide in de atmosfeer die er doorheen zuigt, dat die oplost in dat water. Waar het dan. noemen we dat ook alweer? Ja, dat, dat wordt dan. toch? Ja, wordt het een carbonaat? Wordt dat ja? Dus dan wordt het CO2, wordt dan CO3. 2 min of zo. Ja, zoiets. En dat is dan, ja, dan krijg je dat de, de zuurwaarde van dat water gaat stijgen. Nou, en dan is het een kwestie van rekenen. Dus dan zuig je een, een kubieke meter lucht door een liter van ja, natriumloog heen of zo, en na een liter, na een kuub te doorheen te hebben gezogen met hele kleine bubbeltjes. dan ga je de pH, de zuurwaarde is dat, de pH-waarde van dat water bepalen. En die is dan gedaald. En dan de mate waarin het gedaald is. is de mate waarin er CO2 in de lucht zat. Nou, zo doe je dat. Dat trucje kunnen ze sinds de 19e eeuw. En toen was de CO2-concentratie 0,03%. Nou, inmiddels weten biologen de relatie tussen de CO2-concentratie in de atmosfeer. En het aantal huidmondjes bij bladeren van planten, en dat is omgekeerd evenredig. In die zin, als er een hele hoge CO2-concentratie is, heb je relatief weinig huidmondjes en heb je een lage CO2-concentratie. Dan heb je bij dezelfde plant dus meer huidmondjes. En dat komt omdat een plant CO2 nodig heeft om te kunnen groeien. En als er, CO2, als er veel CO2 in de atmosfeer zit, ja, dan zijn er een paar huidmondjes, dat zijn de openingen in het blad waar de lucht mee naar binnen wordt gezogen. Of gezogen, maar niet echt zeggen, maar dat gaat het uh, ventileren of zo. Dat dus stroomt het een beetje naar binnen. Misschien dat je moet spreken van osmose. zo. Maar is er veel CO2, dan kan een plant volstaan met weinig huidmondjes. Is er weinig CO2, ja, dan maakt een plant extra huidmondjes aan. Om, ja, dan, moet, dan moet er per, per tijdseenheid moet er meer lucht naar binnen. om aan dezelfde hoeveelheid koolstofdioxide te komen. die nodig is om samen met water en zonlicht koolwaterstoffen te vormen. Om het plant wil groeien ja. van nature. Ja, nu de biologen dat weten over die relatie tussen die huidmondjesdichtheid en de CO2 concentratie, daar hebben ze experimenten mee gedaan. Nu ze dat weten, kunnen ze dan in de fossielen van planten en dat tellen ze dan huidmondjes per vierkante centimeter. En zo kunnen ze dan aangeven wat de CO2 concentratie was heel lang geleden. En er zijn periodes met een CO2-concentratie CO2 die 30 keer zo hoog was als nu. Wat niet wil zeggen dat dat toen onleefbaar was, by the way. Het is maar de vraag hoor wat je wil. Want een hoge CO2-concentratie houdt per definitie in dat plantengroei veel makkelijker gaat. En een lage CO2-concentratie houdt in dat een plantengroei minder makkelijk gaat. Dus ja, wat wil je nou? En dan geldt als argument dat de temperatuur stijgt als de CO2 stijgt. Nou, die relatie die heb ik niet echt gezien. By the way. Denk over de afgelopen honderd jaar is het zo dat de CO2-concentratie in de atmosfeer sterk gestegen is? En is het zo dat de mondiale gemiddelde temperatuur gestegen is? Dat is opvallend, zonder meer. En dat zou kunnen inhouden dat die twee gerelateerd zijn. Maar er zijn in het verleden ook periodes geweest met die hoge CO2-concentratie. Terwijl er in die periodes ijstijden waren. Dus er was er, toen heel, er was wel heel veel CO2, veel meer dan nu. En toch was er een ijstijd. En dat is dan lastig te verklaren. Dus ja, men is er echt nog niet uit. En dan heb je het fenomeen dat die hogere wereldtemperatuur. Um, dat is aan de ene kant helemaal niet slecht. Wat is daar vervelend aan? Planten vinden het erg lekker als het warmer is. Planten houden van warmte. Wij mensen ook. Ja, nou, ja, niet als het buiten 180 graden is, maar. Hè, om een gaatje erbij. Maar waarom niet? We hebben afgelopen zomer een behoorlijke hittegolf gehad. En. Ja, ik heb in die periode gewoon gewerkt. En dan moest ik huishoudelijk, lichamelijk, fysiek werk doen. Ik hoefde niet te hollen en te vliegen, maar ik moest wel rustig doorwerken. Wasmachines aanzetten, drogers uitruimen. Vaatwassers vullen, vaatwassers uitruimen. Gangen moppen. Toiletten reinigen, zeg maar. Ik heb echt niet uh, hoeven bellen om te zeggen het is te warm om te werken. Helemaal niet. Ik weet van een bedrijf hier in Arnhem en daar liep ik toevallig langs en ik kende die jongens, het zijn wasmachine en koelkasten jongens. En die hadden de winkel gesloten in verband met de hitte zijn we dicht vandaag. Ja, ja daar was ik geen hond. Natuurlijk. De, de, niemand gaat op zo'n warme dag uh, een wasmachine kopen. Iedereen zit puffend thuis. Dus, ja, van die jongens kan ik me voorstellen dat ze dachten... wij gaan lekker naar het zwembad en we gaan ijsjes eten met onze kinderen. Dus een beetje warmer, dat is helemaal niet erg. Ja, ja zeggen ze, maar de zeespiegel gaat dan stijgen en dan verdrinken we allemaal. Ja, maar de zeespiegel stijgt... Uh, ja, op de, op de site van het KNMI staat dan dat die zeespiegelstijging hier in Nederland, dus voor de kust van Nederland, is dat 1,7 mm per jaar. Ja. Dus, nou en? Ja, daar word ik niet uh, heel bang van of zo. En dan kan je daar nog tegen inbrengen van ja, maar Piri, dat zijn de gegevens tot en met 2010. En we zijn nu negen jaar verder. Ja, dan heb je een punt. Dus ik heb ook een mail gestuurd naar KNMI: van, uh, Mag ik de zeespiegel, uh, hoogte, dingen, cijfers zien? En dan tot en met nu. En van KNMI kreeg ik een mailtje terug: van ja, een leuke vraag, maar die moet je stellen aan Rijkswaterstaat. En niet aan ons. Dus nou heb ik diezelfde vraag gesteld aan Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat heeft mijn keurige. Nou, niet Rijkswaterstaat. Die computer van Rijkswaterstaat heeft mij een mail gestuurd. We hebben uw vraag ontvangen. En wij zullen binnen tien dagen reageren. Of zoiets. Nou. Even kijken. Waar zat hij dan? dan oh, nou staat hier, we streven ernaar uw melding binnen twee werkdagen in behandeling te nemen. Momenteel is het, aantal, is het aanbod van vragen hoger dan gebruikelijk. Hierdoor is het mogelijk dat het langer duurt voordat u een reactie van ons ontvangt. Nou, die reactie, dus dit bericht dat is automatisch gegenereerd. Dat heb ik ontvangen op 30 september en het is nu 5 oktober. Dus... Vorige week maandag heb ik dat dus ontvangen. Lijkt mij. Nou, ik merk het wel. Anders ga ik wel even bellen. Maar daar is dus uh, niks mee aan de hand, naar mijn mening. Hè? En de vraag is voor mij ook nog een keer of die relatie tussen koolstofdioxide en een hogere temperatuur, van uh, de hogere gemiddelde mondiale temperatuur, uh, 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 hoe is die relatie? Er wordt dan geroepen, want dit is een broeikasgas en dat is een broeikasgas. En zuurstof en stikstof, dat zijn gassen, maar dat zijn geen broeikasgassen. En CO2 is een broeikasgas, maar H2O in de vorm van gas, waterdamp, is ook een broeikasgas. En methaan is ook een broeikasgas zo heb je een hele hoop broeikasgassen, waaronder CO2. Nou, wat ik me dan afvraag is als je al die broeikasgassen nou op een rijtje zet, dus CO2, koolstofdioxide, CH4, dat is aardgas of methaan, en H2O, dat is waterdamp, en stikstofmonoxide en O, stikstofdioxide, misschien ook wel. Hè? Nou, dat zijn broeikasgassen. En wat is nou een broeikasgas? Nou, ik stel me voor dat je een broeikasgas definieert als een gas dat, de, dat het zonlicht absorbeert. en dat warmer wordt dan zuurstof en stikstof. Van, ja, dat warmer wordt van zuurstof en stikstof. Nee, dat warmer wordt van zonlicht dan zuurstof en stikstof. Want zuurstof en stikstof ja, die warmen niet op van zonlicht. Maar broeikasgassen wel. Maar het ene broeikasgas is het andere broeikasgas niet. Dus dan verwacht ik dat je een eenheid hebt van broeikasgaseffect. Dat is namelijk het aantal graden Celsius. Dat het gas dan warmer wordt als het zoveel joule aan zonlicht ontvangt. En dan misschien nog iets met dat je spreekt over het zichtbare licht, of UV-licht of infraroodlicht. Welk deel van het spectrum wordt geabsorbeerd door dat gas? En in welke mate? En hoeveel warmer wordt dat gas dan? Dus dan zou je verwachten dat de eenheid van het broeikasgaseffect, de broeikasgasmate, dat zou dan moeten zijn graden Celsius per joule of zo. Maar die eenheid ken ik helemaal niet. En die zou toch vernoemd mogen worden? Die had je dan mogen vernoemen naar. Dat is 1 Gore of zo hè? Vernoemd naar l Gore. Dat is 1 Gore. En de afkorting daarvan wordt dan 1 GO of zo. Ja, CO2 heeft een GO-waarde van 1,6. Maar CH4 heeft een GO-waarde van maar 0,3. Kijk, dan weet je tenminste hoe je CH4 en CO2 moet vergelijken. Maar nu wordt dan geroepen, ja, H2O is ook een broeikosgos. Maar dan denk jij, erger dan CO2 of minder erg? Helemaal niks. Is hiervan bekend. Helemaal nul. En dan hebben we ook nog het fijne probleem... dat CO2, dat wordt niet alleen door onze mensen geproduceerd... maar ook door de natuur... Ja. Vulkanen die, die produceren al die hitte en toestanden. Uh, ja, dat produceert ook CO2. Jazeker. Ja, dus zo'n land als IJsland, dat kan wel eens een behoorlijke CO2-producent zijn. Die hebben allemaal die geysers. En gijzigers. Daar da komen we wat CO2 bij komen, hoor. Ik zeg maar wat. Maar er is een natuurlijke emissie van CO2. Hoeveel is dat per jaar? Heb jij het ooit gezien? Nee, ik ook niet. De ene roept dit en de andere roept dat. Sterker nog, zoiets als een algemeen geaccepteerde temperatuurgrafiek. Van dit zijn de ons bekende temperaturen van nou ja, jaar tot jaar hoeft niet, maar laten we zeggen van eeuw tot eeuw, of nou, van van tien jaar tot eh, maar, gewoon het lijn een, een groen grafiekje van de afgelopen 8.000 jaar. Dat er, er, dat er een keer een conferentie komt. De grote mondiale gemiddelde temperatuurconferentie. En dan mogen we, nou, 100 wetenschappers mogen bij elkaar gaan zitten. Alle gegevens verzamelen. En dat ze dan één poepje laten en zeggen: dit is nou het lijstje van de gemiddelde wereldtemperatuur over de afgelopen 8000 jaar. Klaar. En niets. De lijn volgens Piet en de lijn volgens Kees en de lijn volgens Marietje. Want dat is wat ik heb gevonden. Ooit. En tegenwoordig kan ik het helemaal niet meer vinden. De NASA, daar stond het vroeger op. Hè? Op de website van de NASA kon ik het vinden. Tegenwoordig niet meer. Uitermate irritant. Maar toen ik het nog kon vinden, hè, toen had ik dus, wist ik, ja, ik was toen onwetend. Hè? Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het ooit voorbij zou gaan... Ik heb het toen niet opgeslagen op mijn laptop. Of op mijn USB-stick. Dat is behoorlijk dom van mij. Maar daar stonden nou altijd nog uh, drie, vier grafieken op. Ik denk: hou er mee op. Leg er één keer. Uh, ga je over discussiëren van uh, millennium tot millennium. En maak een keuze. En middel dat uit. En maak gewoon één lijn. Van nou, dit zijn de temperaturen. Gemiddeld op aarde over de 8000, afgelopen 8000 jaar klaar. Doe hetzelfde voor de CO2-concentratie. Doe alsjeblieft hetzelfde ook voor de waterdampconcentratie. En wat... Ja, dat is toch inmiddels bekend? Ik kan me niet voorstellen dat die grafiek aangepast moet worden van jaar tot jaar, behalve dat je er weer een nieuw jaartje bij plakt. Dus, uh, terugkerend naar uh, mijn dochter die over een week komt. Uh, kijk, die Greta Thunberg die loopt alleen maar emotioneel te doen. Meer niet. En die speech met de uh, How dare you, dat slaat helemaal nergens op. Het arme kind weet niet eens waar ze het over heeft. En de moeder beweert dat dat, dat meisje, die Greta Thunberg, dat die CO2 kan zien met dat blote oog. Nou, dat betekent dat die moeder gek is. Ja, dat is ook niet leuk voor Greta Thunberg om dat te moeten horen. Het is maar goed dat ze geen Nederlands kan verstaan. Anders zou ze het van mij horen dat de moeder geestelijk gestoord is. Die heeft een ernstig probleem. Dat is punt 1. En dan aan de feiten. Wat is de daadwerkelijke menselijke CO2-productie nu eigenlijk? En dat is best makkelijk uit te rekenen, want we weten precies hoeveel olie er wordt verkocht, dacht ik. En als je er wat aan zou willen doen, by the way. Het enige wat je hoeft te doen, het is dat je tegen landen als Soedie, dat je tegen alle olie producerende landen zegt, maar je mag niet, zo, mag niet meer dan zoveel uh, koolwaterstoffen verkopen. Punt? Dat is ook nog zoiets. En ze willen er wel wat aan doen, maar dan gaan ze de consumentenkant pakken. Dan zeggen ze, nou, we gaan het zodanig belasten dat het zo duur wordt en dan wordt er vanzelf minder gekocht. Wat is er van onzin? Waarom stel je niet in dat er per jaar mag er zoveel ton aan koolstof worden verkocht? En landen die zich daar niet aan houden, die krijgen bezoek van een stelletje F-16's met grote bommen. Klaar. Gewoon een verbod. En die olieproducerende landen, die moeten het onder, onderling maar uitzien te knobbelen. Dat is niet ons probleem. Er is toch een OPEC? Nou, dan zeggen we tegen de OPEC: jullie mogen niet meer dan zoveel. Klaar. Hadden de Verenigde Naties dat maar gaan bepalen? En dan moet ik hem achter zoveel per jaar verkocht worden en dan is het op. Nee, dat gaan we niet doen. Want dat pikt Saudi-Arabië niet, Rusland lag je vierkant uit. Want op dat niveau weet men wel degelijk dat het hele gedoe over CO2 dat dat alleen maar een, ja, een hype is. Om aan te sturen dat de consumenten veel meer gaan betalen voor hetzelfde product. En dat de producenten. Nou, die hoeven zich echt geen zorgen te maken. Neem nou denk hier in Nederland. Uh, wij hebben een energieconsumptie van zoveel per ik, ik heb het hier nog ergens op, op een briefje staan. Ik heb het ook een, een beschouwing aangeweid... of een nieuwsuitzending naar de energieconsumptie van Nederland. Dat is iets met uh, 10 tot de macht 18. Ja, drie keer 10 tot de macht 18 joule per jaar. Dat hebben wij nodig. Met ons 20 miljoen mensen... En waar hebben we dat voor nodig? Ja, dat is voor een deel voor dingen als sauna bezoek en andere luxe zaken. Maar dat is een deel. Een groot deel hebben wij nodig uh, voor het woon-werkverkeer. Ja, maar hoe moet je dan naar je werk? Met een luchtballon. Lopend, op de fiets. Dat kan toch helemaal niet. Nee, mensen hebben die benzine nodig. En dan rijden ze al hele zuinige autootjes en la la Maar er is, er is een grens aan. En auto's kunnen niet op water rijden. Ook een onzin. Dus daar heb je koolwaterstoffen voor nodig. En dan zeggen mensen, ja, maar dan kop je maar een Tesla, want die gaat op uh, elektra. Ja, maar hoe kom je aan die elektra? Van zonne-energie. Hier in Nederland gaat er weg. Als je die 18 petajoule... Nee, wat is het? 3 uh, keer 10 tot de macht 18 joule. Dat is 3 petajoule. Als je die jaarlijks wil ophoesten met zonne-energie, hier in Nederland... Uh, ...moet je meer dan de helft van Nederland gaan bedekken met zonnecellen. Los van het feit dat dat een enorme aanslag is op de portemonnee... Uh, ...is dat ook... Uh, ...ja, dan is Nederland uh, <tie> en niet meer bewoonbaar. Er zit iedereen in het donker... Dan krijgen wij problemen met uh, oude, bijna uitgestorven ziektes. Zoals de Engelse ziekte. Wat een ziekte is puur door zonlichtgebrek. Zie je het al voor je? De hoge velen we, helemaal overkapt. Met zonnecellen. Wat denk je dat er onder dan groeit? Helemaal niks. Onze natuur gaat dan echt helemaal naar de Rasmoudé. Dat kan ook helemaal niet. Daar wordt niet over nagedacht. Dat interesseert ze ook helemaal niks. Dat soort dingen, die, die consequenties, dat maakt ze helemaal niet uit. Ze zitten angst te zaaien en ze lachen zichzelf helemaal een kriek. En er is qua energie geen probleem. Echt niet, geloof me nou maar. De zonne-energie die wij uh, incasseren elke dag, die is ongelooflijk hoog. Niet hier in Nederland. Daarvoor liggen wij te hoog. Dan moet je het zonlicht, als je daar wat mee wil gaan doen, dan moet je het opvangen daar waar de zon het felste schijnt. En dat is rond de evenaar. Daar moet je het pakken. Nou, en dan denk je gelijk aan de Sahara. Ja, en terecht. Daar moet je ook zijn. En als je voor de Sahara helemaal vol plemt met zonnecellen, dan is er niks aan de hand. Dat hebben ze ooit gedaan, maar dat hebben ze gedaan op een manier. Ja, zo moet je het niet aanpakken. Nou, ik heb daar wel een verhaaltje over gehouden, van hoe je dat verstandig aan kan pakken. En dan is er niet zoveel aan de hand, dan kost het ook niet zoveel. En dan komt er een ongelooflijke hoeveelheid elektra uit. Zo moet je het aanpakken. En wat ik geschetst heb, dat is niet helemaal onderhoudsvrij... Uh, je moet die, uh, die dingen, die, die zonnecellen, collectoren. Daar zou ik, dat adviseer ik dus. Hè. Niet met zonnecellen te gaan werken, met die fotovoltaïsche cellen. Want dat is allemaal veel high-tech, duur spul. Maar werken met low-tech, met collectoren. Het omzetten in hitte en dan te gaan werken met Peltier-elementen. Nou, die collectoren die moet je schoonhouden. Dat is het enige. Dus er moet af en toe iemand langs met een, uh, met een borstel en, uh, en een bezem of zo, met een wisser. En dingen moeten gewist worden. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Voor de rest moet je het goed en degelijk aanleggen. En dan hoef je er nooit meer naartoe. Anders dan om te wissen en het, uh, het zand eraf te wissen. En van daaruit heb je dan elektra voor de hele aarde. Dus dat lijkt mij geen probleem. En hetzelfde kan je doen in de Kalahari. Ik denk de Gobi woestijn ook. Ja. Dus er is geen energieprobleem. Er is een onwil om het probleem aan te pakken. En dat komt omdat er nog zoveel fossiele brandstoffen zijn. En als zo dadelijk de fossiele brandstoffen echt op zijn... Ja, maar dan zijn we allemaal verzopen. Nee, echt niet. Maak je nou eens zorgen. Want de zeespiegel stijgt 1,7 millimeter per jaar en dat doet het... Van 1901 tot en met 2010 constant, hè? 1,7 mm per jaar. Constant. 100 jaar lang. Ja, het zou kunnen zijn dat het de laatste 9 jaar uh, helemaal uit de hand aan het lopen is. Maar ja, dat hoor ik dan wel van Rijkswaterstaat. Die zouden binnen 2 werkdagen reageren, maar momenteel is het aanbod van vragen hoger dan gebruikelijk. Dus het is mogelijk dat het langer duurt door die drukte. Maar wat zullen we zeggen over, uh, nou ja, ik denk, ik, ik ga toch maandag weer, uh, ja, dan denk ik, ja, het is zeven dagen geleden, hè? Weer vijf werkdagen terug. Ik heb nog niks gehoord, ik denk dat er helemaal, ja, ik vraag me af hoor, of. Uh, Of ik überhaupt reactie gekregen <laughs> Ik vraag het me echt af. Het zou mij niet verbazen als ze helemaal niet komen met een antwoord. En dan ga ik ze bellen. Dat wordt ook nog interessant. Het gaat hier over Rijkswaterstaat. En dat is een overheidsinstantie. En de overheidsinstantie, die heb ik. Eh, ja, daar betaal ik belasting voor. Dus ik heb die jongens al betaald. Jongens en meisjes. Ja. Ze mogen toch antwoord geven op een vraag? Lijkt mij. Dan zullen we het wel zien. En ik denk nu al van. Nou, dat. Als ze komen, dan. Blijkt het dat er niks aan de hand is. Ik hoop echt het, uh, dat ze gaan komen met een antwoord. Lijkt me super leuk. Dan pleur ik die data op mijn website hoor. Met een mooie grafiek erbij. Hier zijn de waterstanden, alsjeblieft. En met de jaargemiddelde erbij. En dan zie je dat het een rechte lijn is. Punt. Want Antarctica bijvoorbeeld is helemaal niet aan het smelten. En er wordt gefantaseerd van: ja, maar als Antarctica gaat smelten. Nou, dan uh, ja. Ja, als. Maar Antarctica smelt momenteel niet. Dus, waar heb je het over? En Groenland smelt wel. Ja. De Noordpool schijnt ook te smelten, ja. Maar de Noordpool maakt geen donder uit voor het niveau van de zeespiegel. En Groenland dan wel. Maar ja, zo dadelijk is Groenland uh, klaar met smelten. En dan is dat feest voorbij. En gaat, het dan, gaat dan Antarctica smelten? Ik zou niet weten waarom. Ah. Ik zou niet weten. Voor hetzelfde geld krijg je dus dat dat 1,7 mm per jaar verhaal, dat het over, dat het doorgaat tot 2050, 2060 en dan wordt het 1,6 mm per jaar. En dan 1,5 mm per jaar. Ja, dat kan toch ook? Dat zou heel goed kunnen, hoor. En dan moeten we genoegen nemen met de hoogte van de zeespiegel, en dan wordt die niet meer hoger. Ja, dat zou ook kunnen. Want zoals de Chinezen zeiden: voorspellen is moeilijk, met name als het om de toekomst gaat. Snap je? Is dat nou? <laughs> en de mate waarin CO2 dan uh, zonlicht absorbeert en omzet in warmte. En daarvoor heb ik een experiment uitgeknobbeld. En dat zal ik binnenkort gaan bespreken. Hoe je dat uitvoert. En dat hoeft niet eens zo gek veel geld te kosten. Dan gaan we dat eens even doen. Dat experiment kunnen we uitvoeren hier op mijn balkon. Dat is eigenlijk geen enkel probleem. Nog beter is het om het uit te voeren in de tuin van Wim, want die heeft wat meer. Uh, Wim Koudentuin, mijn vriend. Die heeft wat meer zonlicht. Ik denk dat dan wel duidelijk is dat een CO2-stijging van uh, ja, de mate waarin we dat nu uh, ondervinden. dat daar niks meer aan de hand is. Dat is wat ik denk. Maar we zullen het zien. Hè? Nou, die heb ik mezelf helemaal goed voorbereid op uh, mijn dochter, die dan over een week komt. Dat ik uh, alles even goed op een rijtje zet. En dat kind ga afhelpen van die droom. Uh, dat er iets aan de hand is met het klimaat. en dat er toch echt belasting gegeven moet worden. op de consumptie uh, van het verbranden. Van, uh, ja, op de energieconsumptie, zeg maar. Er moet belasting komen op de consumptie van energie. Er moet belasting komen op de consumptie van iets waar wij niet zomaar mee, mee kunnen stoppen. Zodat je het enige wat je zeker weet is dat je de belastingdruk gaat verhogen. Nou, dat is, we zitten in Nederland al op een belastingdruk van meer dan 50%. Dit is niet, dit is niet duurzaam. Hier gaan wij kapot aan. En de belasting nog hoger. Ah, dat, er zitten al accijns op de benzine. Dan kan je er nog wel weer gaan belasten. Maar dat gaat alleen maar inhouden dat mensen straks. Ja. Ja, zo was iemand. Er was een jongere iemand en die zei: Ja, dat was, die ging nog naar school. Hè? Die zei: Ja, in de kantine dan kan je dan wel van die eco uh, veganistische vegetarische liflafjes kopen. Maar die zijn zo duur. Dat kan ik niet betalen. Dus ik uh, eet maar gewoon van die rotzooi. Ja, dat krijg je er dan van. Snap je? Nou. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag lieverds. Maak je geen zorgen.